Zondag is er ook, maar ja, voor niks. Vanaf 8 uur sta je hier? Vanaf 8 uur staan we hier. Hoeveel ollies gaat je halen? 4 denk ik. Heeft u al bestellingen of zo? Ja, heb je goed gezien. Als ze nou 40 euro waren, zou je ze dan ook kopen? Had ik het ook gedaan, ja. Nadat om 9 uur vanochtend het hek openging, ontstond onmiddellijk een lange rij voor de Riviera Hall. Daarbinnen bereiden de werknemers zich in allerijl voor om de vannacht ingevlogen ollies, 2000 stuks, klaar te zetten voor de massa buiten. Dat is niet genoeg. Dat is absoluut te weinig inderdaad. Dat laat maar zien hoe groot de hype is rondom ollie. Dat er nog veel meer vraag is naar ollie. Nou, er zit een hele grote partij van enkele tienduizenden ollies ergens op een boot tussen Shanghai en Rotterdam. Dus in de loop van volgende week of de week daarna hebben wij weer heel veel nieuwe ollies voor heel Rotterdam en voor heel Nederland. En dan is het zover. Heeft het maar eentje hier? Ja, ik doe er al eentje, alleen maar voor mezelf. Blij nou? Ja. Is het precies wat u verwachtte? Ja, het ziet er leuk uit. Ja, ik had hem gisteren al gezien bij mensen die langsliepen. Buiten staan inmiddels opnieuw de ongelukkigen die net te laat aankomen. Maar ze zei dat ze om 10 uur open. Het park gaat om 9 uur open. Ja, nee, maar en om 8:30, 8 uur, 8:30 stonden de eerste mensen al, nou eerste mensen, een paar honderd al in de rij. En dat is het einde van het hek, hè? Ik zie hem daar. Ik ga er echt. Stiekem, oké. Succes. Op internet en op straat zijn inmiddels enorme hoeveelheden ollies te vinden. Voor u een impressie van de honderden foto's die we kregen.